Goedemiddag allemaal. Ik zie dat jullie één voor één binnenkomen druppelen. Ik geloof dat er een kleine vertraging zit in het, wanneer ik het opneem en wanneer jullie het zien. Dus het kan zijn dat het soms lijkt alsof ik aan het liplezen ben. Maar dat is maar even zo. Welkom allemaal. Mijn naam is Roos Wijnands. Ik ben communicatieadviseur voor de Hub Security in Open Societies. En ook de digitale moderator voor vanavond. Jullie gaan zo luisteren naar de eerste online lezing in de reeks ADAPT, georganiseerd door de Hub Security in Open Societies, ook al SOS genoemd. De Hub Security in Open Societies is een interdisciplinair platform, ook wel Hub genoemd, binnen de Universiteit Utrecht. En hier komen wetenschappers en practitioners samen rondom het thema veiligheid in open democratische samenleving. Het bijzondere aan deze Hub vind ik dat wetenschappers samenwerken met maatschappelijke partners. Goed, in deze digitale collegereeks met als thema ADAPT, van crisis kun je leren, gaan we in op hoe individuen en samenleving zich kunnen aanpassen in tijden van crisis. Maar ook wat we kunnen leren van eerdere crisis. Een actuele vraag al helemaal nu we diep midden in de coronacrisis zitten. Vandaag gaat bestuurskundige en expert crisismanagement Paul het Hart jullie meenemen in de wereld van de diepe crisis. Want al vrij snel nadat het coronavirus in Nederland uitbrak, werd er gesproken over de coronacrisis. Maar wanneer is iets eigenlijk een crisis en welke rol speelt conflict, politiek, leiderschap in tijden van diepe crisis zoals deze? Het is goed voor jullie om even te weten dat er na de presentatie tijd is voor een Q&A. Je kan tijdens de presentatie al je vragen sturen, die komen dan langs mij. Ik kan die inzien en ik kan die accepteren. Mocht je het niet fijn vinden om je vragen openbaar te stellen, dan kan je hem ook anoniem insturen. Dus dan ziet alleen ik en de spreker Paul het Hart hem. De Q&A zal na ongeveer 40 minuten starten. Ik zal hem inleiden met een berichtje in de chatbalk. En ik zal er waarschijnlijk doorheen gaan praten door Paul heen, zodat hij dan de vragen kan antwoorden. Maar goed, genoeg. Geef hem een warm digitaal applaus. Paul het Hart. Dankjewel, Roos. Ja, volgens mij ben ik nu te horen. Je bent wel te horen, maar nog niet te zien. Eén moment hoor. Ja. Ja, daar kom je. Ja, ben ik te zien. Mooi. Welkom aan de deelnemers. Heel fijn dat jullie de moeite nemen om in te loggen. Wij kunnen nauwkeurig bijhouden hoe lang jullie hier blijven. Dus het is aan mij om ervoor te zorgen dat jullie... gemotiveerd blijven om te blijven luisteren en te blijven leren over dit vervelende verschijnsel, crisis en dan ook nog eens een keer diepe crisis. Ik heb een presentatie voor jullie gemaakt die eigenlijk op twee zaken voortbouwt. Het ene is het feit dat ik gewoon als onderzoeker, crisisonderzoeker, eigenlijk al vanaf begin jaren 80 de wat morbide gewoonte heb ontwikkeld om als er grote verstoringen van de openbare orde zijn of rampen gebeuren of wat dan ook, om daar vrij diep in te duiken. Met name rond de vraag wat gebeurt er in de politiek, in de samenleving, in het openbaar bestuur, als dit soort gebeurtenissen zich voordoen. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe worden de beslissingen genomen? Hoe gaan organisaties functioneren? Hoe zit het met ons vermogen om te leren van dit soort gebeurtenissen? Dus ik breng deels uit de oude doos onderzoeksexpertise mee. Maar omdat nu die corona is losgebarsten, ben ik eigenlijk ook de laatste maanden op allerlei andere manieren actief in deze crisis, met de mensen die ook echt bezig zijn om die crisis te managen. Gisteren was ik, of het was het maandag, de hele dag bijvoorbeeld bij de leiding van het RIVM. Die hadden dan een soort reflectie op hoe gaat het nu en wat staat ons te doen. Wat ik vanmiddag meedeel, is dus mede ook gevormd door wat ik hoor en bediscussieer met mensen die op dit moment heel erg druk bezig zijn om dit land een beetje door deze crisis heen te navigeren. Ik zal nu even het scherm gaan delen. Dat uit
zodat er plenty tijd is voor jullie om te discussiëren. Even, als jullie nu mijn scherm. Ik knik. Roos, als je mij kan horen, kan je even knikken of jij nu mijn scherm ziet? Niet? Kan je even duim opsteken als je het scherm ziet? Oké. Hij staat namelijk bij mij wel op schermdelen. Ga ik het nog een keer proberen? Even zien. Hoe is het nu? Zie je niks? Nee? Ik ga het nog even op een andere manier proberen. Even zien. Blijf even hangen, mensen. Don't lose us. Sharing is paused until you return to the shared window. Ja, doet hij het? Oké. Je ziet nu mijn scherm. Ja? Oké, dan ga ik nu op presentatie zetten. Nu zie ik nog steeds. Ja? Oké, kunnen we nu beginnen. Goed. Een van de eerste dingen die ik doe deze weken is om in die coronacrisis mensen toch even, dus de mensen op ministeries en dat soort plekken, te vragen om even stil te staan. Ik ga je heel even onderbreken. Ja. Je presentatie staat in presentatiemodus, zeg maar niet op full screen. Kan jij dat allemaal alsnog op full screen zetten? Oh, op zo'n manier. Ja. Ja, nu dan. Ja, stukken beter. Ja? Ja. Oké, heel goed. Is het eerste wat ik mensen eigenlijk doe, is de vraag stellen, wat is ons eigenlijk overkomen? Deze lezing heet Dynamiek van Diepe Crisis. En ja, wat ons nu is overkomen, is eigenlijk vermoedelijk de diepste crisis die wij sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gehad. Of zo je wilt in Nederland tijdens sinds de watersnoodramp van 1953. Toen natuurlijk ook duizenden doden vielen. En een belangrijk deel van de Nederlandse voedselvoorziening was weggeslagen door het water. Dus dat is nogal niet wat. Dus het is goed om te beseffen dat wij een schok hebben geïncasseerd die traumatiserend is. Kijk, we zijn nu allemaal dag tot dag hier doorheen te leven en er het beste van te maken. Maar er zijn natuurlijk op allerlei plekken is er behoorlijk wat gebeurd. Denk aan verpleeghuizen, denk aan ziekenhuizen, denk aan allerlei gezinnen en gemeenschappen. Waar mensen zwaar getroffen zijn hierdoor. En dat trauma zijn we niet 1, 2, 3 kwijt. En op dit moment is daar voor mijn gevoel relatief weinig tijd voor. Om dat door te werken. Maar dat zal ergens wel moeten. Dat zal er wel uit moeten. Tweede punt is dat die schok is niet alleen gekomen. Maar die schok heeft ons ook verrast. Het is toch gek gegaan van een virus in China, nou daar hadden we wel al vaker mee te maken gehad, naar een virus dat ook hier heel Europa lam legt en van continent naar continent de boel lam legt. En de vraag, waarom heeft ons dit nu verrast? Hadden wij wel verrast mogen zijn, is een vraag die ook nu even in de politiek geparkeerd is, maar die denk ik ten volle terug zal komen. Hadden wij dit sneller kunnen zien, eerder kunnen zien of eerder op waarde kunnen schatten? Dat zal denk ik een hele grote vraag zijn die de komende maanden, jaren ergens weer terug op de agenda zal komen. Ten derde is er dus iets ons overkomen dat dat eigenlijk een klassiek crisisscenario is. Dus er gebeurt iets heel bedreigends. En daar moet je dan vervolgens iets aan doen zonder dat je precies weet wat je allemaal moet weten om een soort weloverwogen risicovrij beleid te voeren. En je moet het ook nog eens een keer heel erg snel doen. Dus eigenlijk is zo'n gebeurtenis, zeker zo'n grote als deze, een soort stresstest voor leiders,
voor organisaties, voor overheden, voor internationale organisaties, maar ook voor allerlei maatschappelijke organisaties, die Rode Kruis, noem het allemaal maar op, die allemaal ook moeten opschalen, bijschakelen, improviseren. En tenslotte, die schok zal nog lang doordreunen, want we weten natuurlijk allemaal dat we weliswaar de curve hebben platgedrukt, maar dat daarmee het spel nog lang niet ten einde is. Dus dit is niet alleen een diepe crisis in de zin van hij raakt van alles en nog wat, maar het is ook een lange crisis. Hij gaat lang duren. En dat is heel wat anders dan de gemiddelde crisis, die over het algemeen een kwestie is van een paar dagen of een paar weken. Hè. Dus de klassieke ramp of de ordeverstoring. Dat is soms maar een kwestie van uren, soms een kwestie van dagen. Een enkele crisis duurt langer natuurlijk. De financiële crisis van 2008... Die was ook zo'n grote die dan een beetje doorwerkte tot 2011, 12 zo ongeveer. Toen kwam er in Europa nog eens een keer de eurocrisis overheen. Dus dat waren twee crisis die ook langer duren. Maar het klassieke patroon is dat de acute fase waarin de bedreiging acuut is of de schade wordt aangericht, zo je wilt, is vaak heel kort. En daarna is het afwerken. Waar we hier mee te maken hebben is dat als het ware de quote-unquote naschokken zijn eigenlijk een integraal onderdeel van de crisis zelf. Als je nou even kijkt naar de manier waarop de Nederlandse overheid, maar ook veel andere Europese overheden daarop hebben gereageerd, dan zie je een aantal dingen. Het eerste wat we zien is dat eigenlijk de politiek de ijskast is ingegaan en dat het een sterk technocratische respons is. He, dus we luisteren naar de experts. Rutte personaliseert het helemaal tot en met Jaap van Dissel. Maar dat zie je eigenlijk in alle landen. Of je nou in Nieuw-Zeeland kijkt, of in Zweden kijkt, of waar dan ook. Ongeacht de verschillen in beleid die worden gevoerd. Bijvoorbeeld de mate waarin je werkt met een lockdown. Overal wordt dat beleid eigenlijk gemaakt en ook gelegitimeerd. Door te wijzen op, wij luisteren naar de deskundigen. Dit is wat het onderzoek nu zegt. Daar hebben we mee rekening te houden, et cetera. En eigenlijk overal wordt er geprobeerd om ook, laten we zeggen, de politieke strijd van voor en tegen, van ideologie en standpunten, om dat eventjes in het landsbelang, et cetera, te neutraliseren. Het tweede wat we zien is natuurlijk een enorm intensieve communicatie. Gisteren hebben we ook een show gehad en zo hebben we om de week of om de twee weken een soort show vanuit het waar er eigenlijk geprobeerd wordt over die crisis te vertellen en ervoor te zorgen dat het verhaal dat de regering daarover vertelt ook in grote lijnen het verhaal is dat de samenleving gelooft. Worden genomen, offers die met die maatregelen vloeien om daar te maken. En als je terugkijkt, dan zijn niet elk van die persconferenties helemaal vlekkeloos verlopen. Maar in grote lijnen is er natuurlijk wel één narratief ontstaan dat eigenlijk nog relatief weinig wordt uitgedaagd, vind ik. Ten derde hebben wij eigenlijk onszelf als burgers allemaal verbaasd over hoe braaf en solidair wij blijken te zijn. Als je van tevoren een panel van knappe koppen, gedragswetenschappers, bijvoorbeeld in januari had gevraagd van nou, hier is een scenario. Die pandemie in China, die loopt uit de hand. Het wordt een mondiale pandemie. En het zal nodig zijn om mensen te vragen om allerlei dingen niet meer te doen en allerlei dingen wel te doen, zoals handen wassen en anderhalve meter, et cetera. Wat denk je dat het percentage van de mensen is dat dat vrijwillig gaat doen? Dan zou denk ik geen van die wetenschappers ook maar in de buurt zijn gekomen van de toch marges van 95-98% van de mensen die dat in haar dagelijks leven zegt te doen en ook waarneembaar eigenlijk doet. Dus er is een soort nieuw sociaal contract ontstaan, zou je kunnen zeggen, tussen een overheid die in crisis moet zien te redden wat er te redden valt, en een samenleving die veel van zijn lastigheid en zijn narrigheid en zijn kritiek op diezelfde overheid eigenlijk een tijdje heeft geparkeerd en die eigenlijk meewerkt. En je ziet eigenlijk in al die persconferenties die overheid bij monden van Rutte en Hugo de Jonge proberen dat sociaal contract te blijven verlengen. En gisteren werd nog weer een appel gedaan aan jongeren. Ze worden geprezen over wat ze al hebben gedaan en er wordt eigenlijk gewoon
opgestuurd om hen te motiveren om te blijven complyen. Ten vierde zien we veel vormen van zelforganisatie. Het is niet alleen een verhaal van een overheid. Het is natuurlijk ook een verhaal van een samenleving. Of het is van het niveau van buren of allerlei maatschappelijke organisaties. Die gaten dichtloopt om elkaar zoveel mogelijk te helpen. En ook dat heeft velen verbaasd. Van hoe energiek en hoe rijk dat is. En hoe daardoor mensen die heel kwetsbaar zijn. Die alleen zijn of die oud zijn of wat dan ook. Toch mensen hebben die naar ze omzien en ze ook actief met raad en daad helpen. Wat ook heel opmerkelijk is in deze crisis, anders dan in sommige andere diepe crises, is dat deze crisis gaat natuurlijk over allerlei grenzen heen, gemeentegrenzen heen, provinciegrenzen heen, landsgrenzen heen. En wat we eigenlijk in ieder geval binnen Nederland zien, is dat er toch in hoge mate sprake is van een overheid die met één mond spreekt. En dat gebeurt vanuit Den Haag. Terwijl bij andere grote overschrijdende crisis, zoals wateroverlast in de jaren 90 of de kernramp in Tsjernobyl toen de straling onze kant op kwam, zag je dat er heel snel ruzie ontstond in de bestuurlijke verhoudingen tussen provincies, gemeenten en het Rijk. Daar is nu op dit moment helemaal geen sprake van. Je ziet die 25 veiligheidsregio's, waar dus burgemeesters van grote steden de bazen van zijn. Zie je een nauw overleggen met Den Haag en niemand, er is geen kikker die uit de vijver springt. En dat is, vind ik, een belangrijke pluim in zekere zin op de hoed van het openbaar bestuur. Dat ze de rangen op dit moment gesloten houden. Dus alles bij elkaar vind ik, gelet op de ernst van de problemen, het feit dat we zijn verrast erdoor, je zou kunnen zeggen ons hebben laten verrassen erdoor, dat toen men er eenmaal mee aan de slag ging, dat er een aantal zaken toch wonderbaarlijk snel en krachtig en toch succesvol zijn opgepakt. Dus best een dikke voldoende. Hoe is dat nou gegaan als je daar wetenschappelijk naar kijkt? En naar voor wat voor soort leiderschap heeft dit nou bevorderd? Heeft dit mogelijk gemaakt? Dan zie je eigenlijk vier belangrijke, zeg maar, leiderschaprollen die goed vervuld zijn. Het eerste is wat wij noemen sensemaking. En dat is eigenlijk het ervoor zorgen dat je goede, hoogwaardige informatie krijgt. Dat je niet afgaat op geruchten of op emoties of wat dan ook. Maar dat je probeert zo in een chaotische situatie zo clean en grondig mogelijk geïnformeerd te worden, maar ook heel systematisch met die informatie om te gaan. En het gebruik van dat OMT en de zware bezetting van dat OMT met allerlei toch zeer ter zake deskundige wetenschappers, ja, heeft ertoe geleid dat die sensemaking van behoorlijk hoge kwaliteit is. Dat zien we vaak wel anders. Dan gaan ze veel meer op terloopse adviezen of hun onderbuikgevoel af. Ten tweede zien we dat Nederland op dit moment niet poldert in deze crisis. Er worden gewoon beslissingen genomen. Dus de besluitvaardigheid en ook, laten we zeggen, de moed waarmee toch behoorlijk ingewikkelde en riskante beslissingen worden genomen. Daar zit het eigenlijk ook wel goed mee. Er wordt niet geschoven en gewezen naar elkaar en zo. Er worden knopen doorgehakt. Het derde is, dat zei ik al, dat dus ook de samenhang vrij goed bewaard is. Het is best moeilijk, er zijn allerlei sectoren die worden getroffen. Ze willen allemaal RIVM informatie hebben over welke richtlijnen er nu gelden en wat ze nou wel en niet kunnen doen. En je hebt natuurlijk een provincie als Brabant gehad die veel eerder werd getroffen en veel heftiger werd getroffen dan andere delen van het land. Maar in grote lijnen, ook met de distributie van die schaarse mondkapjes, is dat allemaal heel snel opgetuigd en heel snel gegaan op een manier die er in ieder geval niet toe heeft geleid dat de kranten nu volstaan van allerlei commissaris de koningin of burgemeesters die zeggen van waarom krijgen ze daar wel mondkapjes en wij niet. En tenslotte dus die meaningmaking, die communicatie is proactief geweest, goede ritmiek ook in aangebracht. Dus niet een vacuüm laten vallen, maar zorgen dat je een goede frequentie van het gesprek met de bevolking hebt. Dus dat is eigenlijk allemaal best goed gegaan. Maar nu, de rest van de lezing zal wat minder optimistisch zijn, vrees ik. Want ja, it has only just begun, zou ik willen zeggen. Wat speelt er nu? Als ik luister naar de bazen van grote ambtelijke diensten, dan is het woord veerkracht is hetgene wat ik heel veel hoor. En ze maken zich heel erg bezorgd over die veerkracht.
Even een paar beelden daarover. Heel veel organisaties zie je nu een rare tweedeling tussen een deel van de organisatie die hartstikke moe is en misschien zelfs op de rand is van oververmoeidheid. Dat zijn de mensen die volop met de crisis bezig zijn. En andere delen van de organisatie, soms hele grote delen, van mensen die zich gemarginaliseerd voelen in de zin dat de dossiers waarin zij werken of de terreinen waarop zij werken, zijn even niet van belang. En krijgen ze dus ook geen aandacht voor van de top. Er worden geen beslissingen genomen. Dus heel veel mensen hebben zoiets van, ja, ik heb dan wel een baan, maar niemand luistert. Wat moet ik nou doen? En beide zijn natuurlijk kunnen een bron van stress vormen. Je ziet mensen die opbloeien onder druk. En je ziet mensen die verpieteren of die heel snel druk ervaren. Dus dat is meer op het niveau van het individuele vermogen van mensen om met stress om te gaan, met grote omgevingsveranderingen. Ik geef het je te doen om een belangrijke functie te hebben en tegelijkertijd je kinderen thuis te hebben, vanuit huis te moeten werken, nou ja, alles wat we allemaal hebben meegemaakt. Sommige mensen kunnen daar heel goed mee omgaan, anderen niet. Wat doe je daarmee? Wat doe je daar ook mee in je personeelsbeleid? Wat doe je bijvoorbeeld, dat was op de scholen natuurlijk actueel, moment dat je weer open gaat, met leerkrachten die bang zijn. Die echt bang zijn voor hun persoonlijke veiligheid. Ga je nou daar heel streng in zijn of ga je daar begripvol in zijn? Dan is er een groep mensen in organisaties die vooral zeggen van, nou ja, ik hou het nog wel even vol als we straks maar weer teruggaan naar zoals het was. En er is een groep mensen die zegt, nee, in deze crisis biedt allerlei kansen. We leren nieuwe dingen. We moeten niet terug naar waar we waren. We moeten vooruit. We moeten hiervan gebruik maken. Denk aan bijvoorbeeld de rol van e-health in de gezondheidszorg. Denk ook aan de rol van e-education, distance education. Zoals wij dat nu dus bijvoorbeeld ook doen. Nou, heel veel mensen zijn best enthousiast over het idee dat we op middelbare scholen, maar ook op universiteiten, straks min of meer structureel naar een veel meer blended vorm gaan van plaatsgebonden en plaatsonafhankelijk en tijdonafhankelijk onderwijs. Dan is er zoals gezegd rouw, trauma en wellicht posttraumatische stress. Denk aan de mensen die op de IC's werken, in de verpleeghuizen, et cetera. Dat tikt door. En zolang die crisis doortikt, is daar misschien relatief weinig ruimte om daar een rol of een uiting aan te geven en begeleiding op te zetten. Ik weet dat het wel geprobeerd wordt, maar ik ben benieuwd hoe dat zal gaan lopen. Dan heb je organisaties die daar heel veel coronataken bij krijgen, maar daarnaast inhaalvragen hebben. Denk ook weer even aan de ziekenhuizen. En ook overigens nog al hun overige taken moeten blijven doen. Dus dat telt ook op. Nou, je voelt het wel aankomen voor managers, voor leiders van organisaties, of het nou scholen zijn of ziekenhuizen, vrijwilligersorganisaties, ministeries, politie. Speelt die vraag van als dit nog echt veel langer gaat duren, wat nu toch wel zich laat aanzien. Hoe organiseren wij die veerkracht? Ook aan de top zelf, waar allerlei lui zitten die het gevoel hebben dat ze hun post niet mogen verlaten. Maar op een gegeven moment zal je toch moeten bijtanken. Kunnen we die vakantie daarvoor gebruiken of durven we dat niet aan? Hoe doe je dat? Dus dat is een eerste zorgpunt. Nu ga ik iets verder vooruitkijken. Nou, hier zie je nu het plaatje van de curve. De curve van het platdrukken van die hoeveelheden mensen die ziek worden. Nou, dat is dus gelukt in Nederland. Dat is gisteravond nog weer eens bevestigd. En toch zijn we er daarmee niet. En daarom zeg ik eigenlijk, what is wrong with this picture? Dit is niet het eindspel, dit is alleen maar een beheersing in fase 1. Wat komt er dus nog op ons af? Ten eerste, ja, we hebben de curve platgedrukt, maar we hebben nog steeds een hele hoge mate van onzekerheid hoe dat virus zich verder gaat gedragen en gaat ontwikkelen. En of onze hoop dat we het vanaf nu onder controle kunnen houden, en dat als het ergens de kop opsteekt, dat heel snel kunnen beheersen. We weten niet zeker of ons dat gaat lukken. Er is misschien iets van een soort toenemend vertrouwen, maar we weten helemaal niet wat er natuurlijk gebeurt op het moment dat er weer meer grenzen bijvoorbeeld opengaan.
dat toerisme toch over en weer en handel over en weer zich weer gaat manifesteren. De vliegtuigen voller komen te zitten, de treinen en noem maar op. We weten ook niet als ondanks alle stichtelijke oproepen van ministers de mensen toch wat losser worden in het omgaan met die gedragsregels. Dat beheersbaar zal blijken te zijn. En je ziet dat er nu heel veel verschillen zijn tussen regeringen in, maar ook buiten Europa, in de mate van risico die ze willen lopen. En dus het tempo waarin ze dingen weer openzetten of dingen openhouden, zoals in Zweden. En een belangrijke vraag wordt ook, ja, we hebben dus allerlei Jaap van Dissel-achtige expertise nodig over dat virus, maar we hebben eigenlijk ook steeds meer expertise nodig over hoe mensen omgaan met het virus. En er is natuurlijk enorme druk gekomen om anderen dan virologen toe te laten in de inner circle van mensen die het kabinet advies geeft. En ik verwacht dat steeds meer zal verbreden. Het tweede punt is, hoe gaat het met die stemming? Je ziet hier beelden hieronder van vollere winkelstraten, van beach barbecues en zo. Maar je ziet ook beelden van protest. Dit is gewoon een foto die is genomen in Berlijn 2 of 3 dagen geleden. Er zijn al dit soort manifestaties geweest tegen de lockdowns, et cetera, in landen als Engeland. Ik meen ook in Ecuador en zo zijn er nog wel wat landen. Waar je gewoon ziet dat in ieder geval een deel van het publiek zegt, de experts kunnen ons nog meer vertellen. Het gaat allemaal te traag. Er wordt gedobbeld met onze levens, et cetera. Dus de enorme, dat mooie sociale contract dat we hebben gezien, dat geleid heeft tot heel veel compliance, netjes je aan de regels houden, kan omslaan in veel volatieler, minder makkelijk voorspelbaar, minder makkelijk beheersbaar gedrag. Dat is gewoon een enorme zorg en je merkt dat eigenlijk ook in die persconferenties. Daarom hameren ze ook zo op, als het ware, appelleren aan de norm, appelleren aan de solidariteit. Maar op het moment dat mensen echt economisch het water echt boven het hoofd groeit, weet je natuurlijk niet of ze dat blijven accepteren. Of dat ze op een gegeven moment, zoals andere beroepsgroepen ook altijd doen als hun bestaan wordt bedreigd, optrekken naar Den Haag, geluid maken, protesteren, ondermijnen, ongehoorzaamheid, noem maar op. Oh ja, en wat doe je dan? Dus een van de zorgen van de politie bijvoorbeeld is dat als mensen meer naar volatiliteit neigen, dat de politie in de rol van boeman wordt gezet, die mensen die om heel begrijpelijke wijze de touwtjes willen laten vieren, dan moet gaan bekeuren. En de politie is erg bang dat tot allerlei druk ook op en binnen hun organisatie leidt. Grotere punt is dat dit is een olievlekcrisis. Dus het begint als een gezondheidscrisis die heel acuut is. En die nu, doordat we die curve naar beneden hebben gedrukt, een meer sluimerend karakter krijgt. Maar veel belangrijker is dat nu de acute gezondheidscrisis over is, althans voorlopig even over is, al die secundaire effecten van de maatregelen die we hebben genomen om zover te komen, die gaat steeds meer pijn doen. Dus in allerlei andere domeinen ontstaan er wat wij noemen sluipende crisis. Langzaam groeiend leed, langzaam groeiende spanning. Ik zal het zo meteen nog iets duidelijker maken. Dat betekent dat er dus een soort fragmentatie optreedt van wat is eigenlijk het slagveld waarop deze oorlog wordt gestreden. We gaan naar een situatie toe van allerlei slagvelden, als ik die wat onprettige metafoor. En het is niet uit te sluiten dat we dus, juist ook omdat dat het geval is, omdat het steeds meer ook economisch gaat worden belangen in het geding zijn, dat je ook meer spanningen gaat zien. Dat is in ieder geval zeker het beeld dat we zien uit onderzoek naar hele grote rampen. In Fukushima die ramp in Japan of die aardbeving daar. Of kan van alles bedenken. Rampen die zie je eigenlijk altijd het patroon dat in het begin is er heel veel solidariteit. En in de zogenaamde afwikkelingsfase, de recovery phase, zie je dat de spanningen toenemen. Dan gaat het over waarom krijg je die voorrang bij steunmaatregelen en waarom moeten wij langer wachten tot wij weer terug mogen naar ons huis en dan zij, et cetera, et cetera. En je krijgt dus ook een soort olievlek in de besturing daarvan. En tot nu toe is het heel erg vanuit Den Haag gerund, maar straks zal het steeds meer nodig zijn om lokaal maatwerk te bieden.
Als het gaat om uitkeringsverstrekking, om het helpen van ondernemers, weet ik veel wat. En tegelijkertijd gaat het ook steeds meer omhoog naar Europa. De steunpakketten, de harmonisatie van maatregelen rond grenzen. Toch proberen misschien te coördineren van het gezondheidsbeleid. Dus je krijgt straks veel meer een beeld van waar gebeurt het nu en waar worden nou welke beslissingen genomen, waar wordt geld naartoe gestuurd, waar wordt verantwoording afgelegd. De politiek zal terugkeren. Je ziet dat de Kamer wordt braaf elke dinsdag of woensdag bijgepraat. Daar zie je oppositieleiders een beetje spartelen, maar ze hebben niet zoveel te melden. Want ja, tegen het gezag van de wetenschap en hoe nou eenmaal de feiten zijn met de verspreiding van het virus, daar is het moeilijk tegen knokken. Maar als het straks gaat over steunmaatregelen, over hoeveel gaat er naar de KLM en hoeveel gaat er naar de HEMA en hoeveel gaat er naar de kruidenier om de hoek, dan keert die politiek onvermijdelijk terug. Zeker ook omdat we in Nederland toevallig ook naar een verkiezing aan het toe bewegen zijn. En het zal dus steeds meer van uitdelen, de overheid die uitdeelt, naar een overheid zijn die weer gaat op een gegeven moment zal moeten gaan bezuinigen. En dus gaan herverdelen. En we weten allemaal dat dat een veel controversiëlere activiteit is. Dus die overheid die we nu zo bewonderen in zekere zin, als je kijkt naar de waarderingscijfers in de meeste landen, zijn die enorm gestegen. Dus die zorgzaamheid wordt gewaardeerd. Maar onvermijdelijk gaat die overheid weer teleurstellen. Want niet alles kan en sterker nog, over een paar jaar zal er steeds minder kunnen, terwijl er wel heel veel moet. En ik zou jullie dus willen aanraden, gisteren had Hugo de Jonge het in de persconferentie heel erg over een dashboard dat ze aan het inrichten zijn. Om als het ware heel minutieus de manifestatie van dat virus te kunnen blijven volgen. Ik zou de regering toewensen dat ze andere dashboards ook inrichten. Een soort maatschappelijk dashboard van wat gebeurt er nou in die samenleving ten gevolge van deze crisis. Want dat wordt steeds meer de main game. Naarmate we minder bang voor die ziekte worden, omdat die kleiner is, gaan we ons veel meer zorgen maken over wat er met ons economisch gebeurt. En wat er gebeurt achter allerlei voordeuren die nu lange tijd gesloten zijn. En hoe de criminaliteit, wat immers een zeer innovatieve bedrijfstak is, omgaat met deze nieuwe situatie en waar die dus zal opduiken. Hoe de relatieve armoede die het gevolg zal zijn van groeiende werkloosheid, waar komt die terecht? Versterkt dat bestaande ongelijkheden? Dat worden de grote vragen in deze crisis en ook dat zou je eigenlijk heel nauw moeten monitoren. En ik zou dus nog een derde monitor inrichten. Dus de C19 monitor, de maatschappelijke monitor, maar vooral ook een soort politiek bestuurlijke monitor. Hoe ontwikkelt die overheidsfinanciën zich? Hoe ontwikkelen de takenpakketten zich van de verschillende bestuurslichamen en organisaties? Maar vooral ook die dingen daaronder. Waar komen nou conflicten aan de orde in de samenleving? En welke politieke vertaling krijgen die conflicten? Waar gaat de blaam heen? Dus wat is het sentiment op sociale media, maar ook in het officiële politieke debat of in de traditionele media over vragen over waren wij nou verrast? Waarom hadden we zo weinig IC-capaciteit? Waarom hadden we geen of nauwelijks voorraden van beschermingsmiddelen, et cetera? Wat vinden wij daarvan en wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? En zouden daar sancties op moeten volgen? Hoe ontwikkelt dat sterk gestegen vertrouwen in regeringen zich op het moment dat ze veel pijnlijker beslissingen nog weer moeten gaan nemen? En uiteindelijk, wat betekent dat in Nederland althans voor de verkiezingen? Nou, als je denkt van god, is allemaal wat abstract, dan moet je maar eens even nadenken, moet je het gedachte-experiment doen over wat gaat er straks in de evaluaties die nu al in gang worden gezet. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft hem bijvoorbeeld al aangekondigd, maar de Tweede Kamer zal ongetwijfeld een parlementaire enquête over die coronacrisis gaan houden. Wat worden nou de conclusies over de voorbereidingsfase? Hoe voorbereid was Nederland op centraal niveau, maar ook in al die veiligheidsregio's, op het fenomeen pandemie?
Wat hebben we nou precies gezien, niet gezien, gedaan en niet gedaan in reactie op die, dat nieuws dat er in China een nieuw virus aan het rondgaan was? Hoe hebben we die lockdown gemanaged? Waarom hebben wij deze koers gekozen? Niet een Zweedse koers, niet een Franse koers. Wat zijn de pro's en contra's daarvan? Hoe is dat gecommuniceerd? En vooral ook, er zullen ook conclusies worden getrokken over datgene wat er nu letterlijk aan het gebeuren is. Dat pad naar het nieuwe normaal vinden en de keuzes die daarbij worden gedaan en de risico's die daarbij worden geaccepteerd. Dat wordt heel groot, deze kwestie. Ik kom tot een afronding. Ik zie vier leiderschapsuitdagingen. De eerste is, zoals gezegd, het organiseren van die veerkracht. En ik merk dat het gewoon enorm leeft op allerlei niveaus. Persoonlijk, teamniveau, institutioneel niveau en macro-maatschappelijk niveau. En we weten uit onderzoek dat het van belang is dat er plaats moet komen in het herinneren, in het gedenken, in het stoom afblazen over leed en verlies. Dat in de manier waarop we het werk en de werkverdeling organiseren, uitputting moet worden voorkomen. Om je bijvoorbeeld een voorbeeld te geven op het ministerie van VWS, zijn alle topfunctionarissen, dat zijn er een stuk of 5, 6, die hebben allemaal een schaduwfiguur. Dus die hebben allemaal een tweede persoon die als het ware diezelfde functie vervult. Zodat ze als het ware de extreme uren die zij nu al wekenlang draaien ook een beetje kunnen doen. Hè. Dat is een manier om het langer te kunnen volhouden. En vooral ook heel erg van belang voor veerkracht is dat mensen weer perspectief gaan zien. Je zou de kritiek kunnen hebben dat het kabinet de achterliggende periode eigenlijk vooral bezig was van week tot week. Nu langzamerhand de laatste paar weken zie je dat ze begrijpen dat mensen perspectieven moeten hebben. En vandaar dat er zo'n routekaart is gemaakt. Zodat mensen ook het gevoel hebben van oké, als ik de buikriem nog even aanhaal. Dan op een gegeven moment bereiken we een punt waarop ik weer wat kan ademhalen. Crisis uit, of leiderschaps uit, om allerlei fouten waarvan we gewoon elke keer zien dat die worden gemaakt in het leiderschap tijdens crisis. Om die een beetje te vermijden. Op het plaatje zie je daar Tony Hayward, die was de CEO van BP ten tijde van de grote olieramp die gebeurde in Louisiana, daar in die golf onder Golf van Mexico is, geloof ik, waar een olieplatform explodeerde en die hele kust kwam vol met olie te liggen, waardoor tienduizenden mensen hun bestaan bedreigd zagen. En die CEO die liet zich eerst, ik geloof een dag of 10 helemaal niet zien aan de media. En toen hij eenmaal ter plaatse kwam, ging hij op het strand staan, gaf hij een persconferentie. En daar sprak hij de onvergetelijke woorden, I would like my life back. Met andere woorden, het is allemaal heel zielig voor u, maar voor mij is het nog zieliger. Nou, in dat staartje daaronder zie je wat er gebeurt met het beursaandeel van, de beurswaarde van BP. Na die uitspraak. Die uitspraak die wordt gedaan ergens begin mei. Dus daar zie je als het ware die versnelde acceleratie. En dat duurt dan even totdat hij ontslagen wordt. En dan zie je dat er langzamerhand wat perspectief in komt. Dus er zijn een aantal vermijdbare fouten. Ik heb nu geen tijd om daarop in te gaan. Ik wil het met alle plezier toelichten in de Q&A. Als leiderschapsgroep die in zo'n soort crisismanagementstructuur zit, moet je heel goed op laten adviseren en heel veel aan self-monitoring doen, dat je niet in dit soort valkuilen stapt. De vierde leiderschapsuitdaging is dat te midden van al die misère er natuurlijk ook positieve, dat er ook kansen liggen. Wat leer je over waardevolle improvisaties die nu overal worden gepleegd in de zorg en op andere plekken in het onderwijs, maar eigenlijk overal. Wat leer je daarvan en welke daarvan kun je eigenlijk versnellen en verbreden en generaliseren? Tegelijkertijd biedt een crisis ook, laten we zeggen, politieke kansen. Je kan natuurlijk ook af van beleid waar je eigenlijk al lang van af wil, maar nooit een excuus voor had om het af te schaffen. Je kunt ook proberen om hervormingen, bijvoorbeeld belastinghervormingen, die je toch al van plan was, maar waar nooit een meerderheid voor te vinden was, om die naar voren te halen. Dus een goede beleidsmaker, een goede bestuurder is ook een beetje opportunistisch in zo'n crisis. En tenslotte, hoe gaan we om met de terugkeer van politiek die nu heel snel zal gaan volgen?
Hoe gaan we dus om met dat, de politisering van dat terugkijken, dat verantwoorden over die periode die al achter ons ligt? En hoe voorkom je dat het uitdraait op een onverkwikkelijke blame game in plaats van een soort collectief leerproces waar we allemaal beter van worden? Hoe kun je de bezuinigingen die gaan volgen niet op een, laten we zeggen, toch wat domme en platte kaasschaaf manier doen, maar op een manier die je eigenlijk meer toekomstbestendig maakt? Ik denk dat als je terugkijkt op de vorige crisis, de financiële crisis, de eurocrisis, hoe we daartoe mee zijn omgegaan, zijn we eigenlijk te veel met een kaasschaaf en met een kaalslag bezuinigingsstrategie aan de gang gegaan. In plaats van met een, laten we zeggen, meer evidence-based, slimmere, innovatievere en ook meer maatschappelijk gedragen bezuinigingsstrategie. En hoe zorg je ervoor dat je meerderheden blijft bouwen voor een beleid dat toch behoorlijk pijnlijk kan zijn? Nou, dat is waar men voor staat in het bestuur in Nederland, maar ook buiten Nederland. Dat is wat ik te melden had. En ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Ik geef het graag eventjes terug aan Roos. Ja, dankjewel. Je kan mij horen, hè, Paul? Ja hoor. Ja, ik zet even jou helemaal weer schermvullend in beeld. Ik heb wat vragen binnengekregen. Ja. De eerste vraag die ik kreeg is van Abder Rahman. Hij zegt, beste Paul, goed om jou weer te zien en dank voor jouw verhaal. Waar ik een tijdje over aan het nadenken ben, is de bijna vanzelfsprekende beslissing van veel landen om een lockdown in te voeren. Vooral omdat dit geen precedent heeft en wellicht de meest majeure maatregel is dat een land kan uitvoeren. Ja. Zijn er verklaringen vanuit groupthink? Ah, dat is interessant. Nou, ik zal even uit de school klappen. Leuk, Abderrahman, dat je luistert. Abderrahman is een oud student van mij die zelf in de veiligheidsbusiness terecht is gekomen. Ik zal even uit de school klappen. Vanochtend hield ik een lezing voor het Zweedse kabinet. En Zweden is nou juist het land waar men dus, eigenlijk het enige land waar men niet voor een lockdown heeft gekozen. Dat woord heeft men vermeden. Er is geen enkele vorm van dwang. En er is een soort, zeg maar, zo min mogelijke sluiting van alles en nog wat. Waarom hebben ze dat nou gedaan? Nou, omdat hun equivalent van Jaap van Dissel een andere diagnose maakt van wat er aan de hand is en wat er op lange termijn zal gebeuren. En eigenlijk is de kern van die diagnose dat er geen wetenschappelijke basis is voor lockdownmaatregelen. Dat die gewoon het gevolg zijn van, laten we zeggen, een moreel imperatief om levens nu te redden. Dus dat het een soort korte termijn, moreel gezien heel begrijpelijke maatregel is, maar wetenschappelijk gezien op drijfzand of op laten we zeggen op een doos met een vraagteken berustende maatregel is. Die Zweedse Jaap van Dissel die is ervan overtuigd dat uiteindelijk alle landen van die lockdowns af zullen moeten en uiteindelijk allemaal op een soort Zweeds-achtige pappen en nat houden, hopen dat mensen verstandig zijn achter de benadering terecht te komen. Hij gaat nog veel verder. Die man die zegt uiteindelijk zullen in ieder land, althans ieder westers land, ongeveer hetzelfde percentage van de bevolking sterven. Het enige wat je doet met lockdowns is ze nu nog niet laten sterven, maar later laten sterven. Nou, dat is natuurlijk een keiharde, ik vind het zelf op de grens van arrogantie bewegende uitspraak. Want ik weet ook niet meer wat het bewijs daarvoor is. Maar het is dus heel interessant dat binnen zo'n discipline als virologie, die dus nu heel erg dominant is geweest in de advisering aan het beleid, dat er dus dit soort verschillen zijn. Het is die Zweedse Jaap van Dissel, die kreeg vervolgens een open brief van 200 collega's uit Zweden te verwerken. Waarin ze zeggen van, waar heb je het over? Wij pleiten voor een snelle lockdown. Speelt daar nou groupthink omheen, de kern van jouw vraag? Dat weet ik niet. Ik denk dat er toch vooral een soort, nou ja, Immanuel Kant heeft het over een soort categorisch imperatief. Hè? Je wil ook niet dat jij zelf morgen het loodje legt. Dus laten we met z'n allen safety first doen. Ze noemen het ook wel het precautionary principle. Dat is heel verleidelijk. Als je niet weet wat er allemaal kan gebeuren om de boel maar op slot te doen. En dan te hopen dat er meer duidelijkheid ontstaat. Respectievelijk dat er een soort een wonder gebeurt en zo'n vaccin uit de bus komt. Daar wou ik het even bij laten.
Zou je voor, misschien voor mij, en ik weet het misschien ook niet voor de andere kijkers, nog even kunnen uitleggen wat je precies bedoelt met groupthink of waar dat naar verwijst? Tot een soort extreme consensusvorming. Eigenlijk niet meer kritisch discussiëren over de voor's en tegens van verschillende beleidsopties, maar dat ze eigenlijk maar vooral bezig zijn om de eigen beleidsoptie te bevestigen. En dus de vraag was een beetje van, zijn die lockdowns nou het product van verstandig afgewogen besluitvorming of zijn dat toch eigenlijk ook onbewuste psychologische processen aan het werk? Nou, dat kan ik onmogelijk nu beantwoorden. Ik heb toch zelf het idee dat dat wel meevalt, maar dat er een soort kennelijk als niet onderhandelbare druk is ervaren om het advies van experts te volgen. En de meeste experts in de meeste landen hebben dus niet die Zweedse lijn, maar die hebben dus die lockdownlijn. Oké, dankjewel. Ik hoop dat je vraag beantwoordt, Abderrahman. Zo niet, vraag het gewoon nog een keer in de Q&A-box. Ik heb ondertussen al een nieuwe binnengekregen van een anoniem. Die schrijft, gisteren had premier Rutte in het bijzonder aandacht voor jongeren. Voor hoe goed ze zich tot nu toe aan de maatregelen houden, maar tegelijkertijd een oproep voor hun input. Voor een revolutie van onderaf, zoals hij het vandaag noemde. Hoe kunnen we de rol van jongeren in het sociale contract met de overheid in tijden van corona interpreteren? Welke rol kunnen jongeren spelen en hoe beoordeel je het leiderschap van Rutte daarin? Ik kan straks nog een keer ophakken als je wil. Ja. Nou, ik vind het een hele mooie vraag, want ik heb zelf het idee dat jongeren tot de groepen behoren die het zwaarst door deze crisis getroffen worden. Dat lijkt wat paradoxaal, omdat natuurlijk de mensen die heel ziek worden en doodgaan over het algemeen heel oud zijn. Maar als ik de groep jongeren even oprek, ook tot de groep die nu eind 20, begin 30 is, dat zijn de mensen die al een enorme financiële klap hebben gehad van de vorige crisis. Die veel langer op tijdelijk contract hebben gezeten of nog steeds ZZP'er of wat dan ook zijn. En die inmiddels gezinnen willen beginnen, hypotheken moeten hebben en noem het maar op. Dus alles zeg maar van, laten we zeggen, 14, 15 tot 31. Dat is voor mij, 32 is de groep jongeren. Dus die jongeren, daar staat heel veel voor op het spel. Voor jongeren is ook het opleggen van die lockdown maatregelen denk ik heel erg moeilijk. Ik heb zelf twee dochters van 20 en ik zie gewoon hoe moeilijk ze het vinden om hun sociale leven zo in te perken. Om lichamelijk contact te vermijden en noem het allemaal maar op. Dus er worden grote offers gevraagd van die jongeren. Ik vond het heel verstandig dat Rutte daar gisteren expliciet aandacht aan besteedde. Als je me nou vraagt hoe kunnen jongeren een rol spelen in de oplossing, dan denk ik, ja, dat zit bij mij heel erg in die derde leiderschapsuitdaging. Hoe kun je ervoor zorgen dat we ook innovatief omgaan met de breuklijn die deze crisis in ons bestaan, is dat het niet weer kaas schaven en minder en minder en minder. Ik zie jongeren toch als een soort ideeënmachines en energiemachines. Die je vooral moet mobiliseren om, laten we zeggen, wat meer out-of-the-box-achtige oplossingen aan te dragen en te beproeven. En daarnaast zou er ook in de afweging van maatregelen die nu worden genomen een extra gewicht moeten worden gegeven aan hoe dat jongeren raakt. Het is een beetje hetzelfde als rond klimaatverandering. Het zijn de jongeren die het langst met de gevolgen daarvan moeten leven. Mijn stelling zou zijn dat het ook de jongeren zijn die in een aantal opzichten het hardst door deze crisis getroffen worden. Dus ook de sterkste of een hele sterke stem moeten krijgen in de weging van de maatregelen die we nu aan het nemen zijn. Oké. Dankjewel. Ik hoop dat ook de vraag beantwoordde die ik binnenkreeg. Het is nu nog even stil, maar ik kreeg net wel door dat iemand zo een vraag gaat doorsturen. Dus ik wacht er nog heel even op. Ja, ik heb hem. Oké. Ik krijg via andere kanalen binnen. De vraag is, hoe kan het dat Trump nog populairder is geworden sinds de corona, hoewel zijn aanpak toch vrij radicaal is? Ontkennen van het probleem, China de schuld geven, verkeerde oplossingen geven zoals desinfectantmiddel injecteren. Ja, ja.
Ja. Ja, kijk, ik gebruikte die term sociaal contract. Ik denk, we zullen met z'n allen als wetenschappers, politiek wetenschappers, nog heel lang bezig zijn met het bestuderen van deze crisis. Maar ik denk dat we nog langer bezig zullen zijn met het bestuderen van het sociaal contract tussen Trump en zijn aanhangers. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat is eigenlijk alleen maar te vergelijken met charismatische relaties. Die ook in andere extreme politieke maatschappelijke situaties soms ontstaan. Waarbij mensen achter leiders aanlopen waarvan je denkt, waar is hun moreel kompas, waar is hun competentie, et cetera, et cetera. Ik denk dat jullie allemaal wel snappen welke historische voorbeelden daarvan zijn te geven. En wat we eigenlijk elke keer weer zien, niet alleen in corona, maar eigenlijk ook al daarvoor, is dat voor Trump dus in relatie tot de harde kern van zijn aanhangers, wat dan toch zo'n 40-45% van het Amerikaanse actieve electoraat lijkt te zijn, dat het dus geen bal uitmaakt wat hij doet. Want hij is niet gekozen om wat hij doet, hij is gekozen om wat hij is en om wat hij niet is. Hij is gekozen omdat hij succes is, economisch succes, ondernemerssucces, al is dat sterk aanvechtbaar. En om wat hij niet is, namelijk een full-blooded Washington politicus. En zolang hij dat maar blijft belichamen, en vooral ook heel creatief, schaamteloos is, maar zeer creatief is in het blamen van anderen voor de dingen die slecht gaan, en in het krediet trekken of het krediet pakken voor de dingen die goed gaan, daarmee komt hij alles tot nu toe door. En ook dus deze crisis. Het is natuurlijk verbijsterend wat hij heeft laten zien. Maar het maakt kennelijk niet uit. Het helpt natuurlijk overigens ook niet dat de Democraten dat het beste wat de Democraten dus tegen hem in het strijdperk kunnen brengen, iemand is die nog ouder is dan hij, die net als hij, laten we zeggen, een wat bezoedeld blazoen heeft als het bijvoorbeeld gaat om grensoverschrijdend gedrag. En iemand die niet erg scherp en on the ball is als die onder druk wordt geplaatst. Dus het alternatief is ook weer niet zo aantrekkelijk gemaakt. Dus de Democraten hebben denk ik ook zichzelf wat te verwijten. Oké, dankjewel. Ik heb nog twee vragen binnen de Q&A binnengekregen. Daarna moeten we helaas afsluiten. Het zijn de laatste twee. De eerste is, hoi Paul, mooi overstijgend verhaal. Vraag, aan welke eerdere crisis doet de C-19-crisis je het meest denken en waarom? En andersom, zie je ook unieke nieuwe dingen in de dynamiek van deze crisis die je verbaasde en nog niet eerder had gezien? Ja, dat laatste zeker. Kijk, ik ben op een gegeven moment, ik begon in de jaren 80 met crisisonderzoek. Ik ben daar in de eind jaren 90 mee gestopt. Grotendeels, omdat ik eigenlijk blasé werd. Ik kon zo ongeveer wel voorspellen wat er zou gaan gebeuren als de volgende ramp of affaire zich zou voordoen. En dat is geen goede houding voor een onderzoeker. Je moet nieuwsgierig zijn. Deze crisis is zo anders en zoveel groter en langduriger dan al het andere wat ik heb meegemaakt, dat mijn nieuwsgierigheid enorm is gewekt. Dus ik ben wel heel verbaasd, bijvoorbeeld heel erg verbaasd over wat ik zei, dat nieuwe sociale contract. Dat we nu al 8-9 weken toch in een soort voorbeeldige samenleving zitten, waar er enorme solidariteit is, waar al dat individualisme en ieder voor zich en God voor ons allen mentaliteit tijdelijk terzijde is geschoven. Dat is wel heel bijzonder bijvoorbeeld. Waarderingscijfers voor regeringen die in de 60-70% lopen, terwijl we in een tijdsgevricht leven waar ze allemaal een neerwaartse tendens vertonen, dat is zeer opmerkelijk. Het feit besluitvorming over echt heel vergaande zaken sterk expert gedreven is heel opmerkelijk. Dus ik ben ineens weer heel erg nieuwsgierig geworden. De vraag naar van waar is het nou mee te vergelijken? Nou, ik denk, kijk, bij mij komt elke keer het rampjaar boven van 1672, toen het Nederland van de Republiek, geleid door de broeders de Wit, na een periode van enorme groei en enorme rijkdom, in zijn diplomatie in de hoek terecht kwam waar de klappen vielen. En toen werd het op een gegeven moment van vier kanten tegelijk binnengevallen.
En het was ook zo'n soort abrupte overgang van een periode van bloei en groei naar een soort existentiële bedreiging van alles waar je samenleving op is gebouwd. Ik weet dat ik heel ver terug ga in de geschiedenis, maar ja, daar hebben we de geschiedenis voor. Dus dat is degene die ik eigenlijk het meest interessant vind. Om niet zozeer om rechtstreekse vergelijkingen mee te trekken, maar om moet je je voorstellen wat het is om Mark Rutte te zijn nu. Hè, met alle kritiek die je verder kan hebben. De enormiteit van die bedreiging en de enorme beperktheid van je eigen repertoire om daar op langere termijn ook echt iets aan te kunnen doen. Nou, dat lijkt wel een beetje op de situatie waar de gebroeders De Wit, met wie het overigens, zoals jullie weten, niet goed is afgelopen, mee werden geconfronteerd. Oké, en dan gaan we nu, dankjewel, naar de laatste vraag van Anton Vliegendhart. Het is meer een soort opmerking, maar je kan er wel een vraag van maken. Hij zegt, wat mij en velen met mij zo verbaasd heeft, Paul, is de coronasterfte beneden de 70. En als je dat meeweegt, de respons die gekomen is. Mm-hmm. Veel artsen die ik spreek geven aan dat onder de 40 19 relatief onschuldig is. Mm-hmm. Ja, als het Anton Vliegendhart is die denkt dat het is, dan is dat een oud jaargenoot van mij. Dat zou ontzettend leuk zijn. Hallo Anton. Dit is een van die dingen, dat gesprek kwam ook evenzijdings ter sprake toen op de dag van met het RIVM gisteren. Dat het is veel te simpel om dit als een oude mensenziekte weg te zetten. En ze benadrukken ook steeds heel nadrukkelijk, we weten zoveel niet hierover. Maar een van de dingen die we beginnen te weten, omdat er gewoon meer en meer gevallen komen, is dat er ook behoorlijk wat mensen in de leeftijden daaronder echt behoorlijk ziek worden. En dat we ook helemaal niet weten of de restsymptomen na de kritieke fase, hoe lang die eigenlijk nog blijven aanhouden. Met name die extreme vermoeidheid bijvoorbeeld. Maar ook misschien wat meer kleurrijke lichamelijke symptomen als wintertenen en zo. Het wegblijven van smaak en reuk. Dat zijn allemaal geen triviale zaken. Het is alleen een soort van realiteit die we aan het ontdekken zijn, die heel erg inconvenient is, omdat het in de zorg en in allerlei andere sectoren bouwen wij op dit moment natuurlijk op dertigers, veertigers, vijftigers die naar hun werk blijven gaan en waarvan we de assumptie hanteren dat mochten ze het krijgen, dan is het een kwestie van uitzieken en daarna kunnen ze weer terug. Als dat een foute inschatting blijkt te zijn, dat er toch meer mensen veel meer en langer last houden, dan hebben wij nog meer veerkrachtuitdagingen om bijvoorbeeld die zorg te blijven bemensen. Dus ik denk dat Anton een heel relevant vraagstuk aansnijdt, waar ik geen directe oplossing voor heb, maar waarvan het wel heel erg van belang is dat het op de agenda staat. Ik wil misschien nog één kort dingetje daarover zeggen. In Zweden heeft de Jaap van Dissel van Zweden, die heeft als een excuses aangeboden voor de verwaarlozing, zo noemde hij dat ook wel, van de positie van ouderen. Dus dat zij toch in hun aanvankelijke reacties onvoldoende hebben doorgrond dat er in Zweden, dat de verpleeghuizen met name, heel kwetsbare plekken waren. Niet alleen omdat daar heel veel ouderen zitten, hele grote verpleeghuizen, maar ook omdat daar een heel kwetsbare personeelssituatie was. Als het ging om hoeveelheden personeel, competentie van personeel, aanwezige hulpmiddelen, et cetera, et cetera. Het zou heel goed kunnen dat wij nu weer wel die blik ook op die ouderen hebben gericht, dat we niet moeten vergeten dat we ook allerlei assumpties aan het maken zijn dat het voor andere groepen wel zal meevallen. Nou, dat is misschien in relatieve zin wel zo. Die sterftecijfers liggen natuurlijk, die zijn wat ze zijn. Maar dat betekent niet dat er in die groepen die niet sterven, niet hele grote problemen zich kunnen gaan voordoen. Wat voor die mensen een probleem is, maar ook voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen een groot probleem zou kunnen worden. Oké, dankjewel Paul voor je lezing. Ik ga je even uit beeld halen en ik ga zelf nog wat afsluitende woorden zeggen. Dank jullie wel. Dit was hem dan. De eerste lezing in de reeks. Nogmaals wil ik jullie dus bedanken.
Volgende week op 27 mei, zelfde tijd, zelfde plek, maar dan een andere link, zal de tweede lezing uit deze serie plaatsvinden. Dit college zal worden verzorgd door Arjen Boyn. Hij is van de Universiteit Leiden. En hij zal inzoomen op wat premier Rutte als varen op zicht omschreef. Want hoe doe je dat eigenlijk? Een crisisaanpak formuleren in tijden van diepe onzekerheid. Check vooral onze website. We hebben een verkorte URL speciaal voor jullie aangemaakt. uu.nl/adapt. Daar staat een overzicht van alle events en wanneer het plaatsvindt. En daar verschijnt ook een link naar de livestream. Dank jullie wel. Ik vond het leuk. En dank je nogmaals, Paul. En hopelijk tot volgende week. Doei!